vanavond een spandoek hoor, jongens. En goedemorgen! Kijk naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik naar Snake. En dat is een danswedstrijd. Ik weet even zo snel niet meer de naam. Maar dat zullen we straks wel even bekijken. Als ik bij mijn stagebegeleider in de bus zit. Ik heb vast al een voorbereiding gedaan gisteren. Mijn haar een beetje gekruld. En ik ben nu weer een beetje bezig om een paar plukjes bij te krullen. Ik ga zo meteen mijn make-up doen. Eten. Mijn kleding aandoen. En dan gaan we op naar Snake. En ik moet daar om 7 uur 's ochtends in Groningen zijn. En het is nu 5:30, dus dat komt vast wel goed. Ik ben nu lekker aan het eten, mijn haar aan het krullen, muziek aan. Dus ja, je ziet me zo weer. Zo, ik ben nu helemaal klaar. En ik ga even in de douche, want ik heb net mijn lipstift gedaan. En ja, ik vind het hartstikke mooi zo. Ik ben... Nou, het is nu 6:20 en we gaan ongeveer om 5:30 weg, denk ik. Mijn moeder heeft het eten voor me gemaakt en dan gaan we op naar Groningen. Ik zit nu in de auto en Milou stapt nu net uit. En het zijn net 2 mensen die gaan even koffie halen voor ons. En dan zijn we onderweg al naar Snake. Superleuk, super veel zin in. Kijk, en daar hebben we Milou. Kan je het zien? Ja, dus het wordt superleuk. We zijn op de bestemming aangekomen. We hebben er veel zin in. Dus we gaan erheen lopen en dan gaan we ons zo klaarmaken voor de kleintjes en zo. Dit is de zaal waar ze straks gaan optreden allemaal. Super mooi, lekker ruim. Kijk. En ja, ze zijn zich allemaal nu een beetje aan het klaarmaken. Dit is Nicky. Hallo. Ja. Al die trofeeën. Oh ja, wacht, dat ga ik laten zien. Kijk, dat zijn de trofeeën. Ik weet niet of het super goed kan zien. Maar het zijn wel een heleboel. En wij gaan zorgen dat de meisjes zo klaar zijn. Dus zij gaan over ongeveer 40 minuten beginnen. En ik ben super zenuwachtig voor hun gewoon. Dus laten we dit gaan doen. We gaan nu even het dansje oefenen. Kijk, ze zien er super goed uit en leuk en mooi. Dus ze gaan nu klaarstaan en dan gaan ze het dansje oefenen. Bij de wedstrijd hadden we Lisa daarvoor stond. Want we moesten zeg maar zo lopen. Wacht even, ik moet even dit stukje klein stukje. Ze komen uit Groningen van Dance Division Dijkman Sport en zij heten First Division. Go ladies.
tweede plek. Eerste. Ik hoop eerste. Eerste, tweede plek. Hij hoopt echt eerste. Er zijn natuurlijk meer in deze categorie en dat weet ik niet. Dus tweede. Ja. Dansen in Friesland. Hair Explosion. Oh my god. Alsjeblieft dan. Nee, ik mag nog niet gillen, want nee, straks zijn we achter. Ja. Meteen door. Alsjeblieft. First. Yeah. Junior de Visser gaat ook nog oefenen hier en dan is het zometeen tijd om op te treden.
in de provincie Groningen, de hoofdstad van Groningen ook nog. Dance Division Dijkmansport met Mini Division. Ja! Super trots. En Nicky is lekker met de doos aan de show. En dan gaan we weer op naar de reis terug. Een uur of zo. Super leuk. Ik ben inmiddels weer thuis. En ik ben net nog even bij een verjaardag geweest. Dus ik ben nu pas thuis. Het is nu ongeveer 4:30. 5:00. 5:30. 6:00. Wacht. Het is 5:00 bijna. En het was echt super leuk, echt super geslaagd ook. En ik ben echt blij dat ik mee ben gegaan. En ik ben super trots op de meiden. Ook op First, want First Division, die moest als eerst. En daar zitten 3 meisjes bij die ik ook stage geef. En dat is super vet. Dus ik ben echt super trots op ze, dat ze eerst zijn geworden.
En voor de rest hadden we dus mini division en junior division. En die zijn dus eerste en tweede geworden. En die zitten in dezelfde categorie. Dus dat was super gaaf. Dus in één categorie zijn gewoon twee mensen van ons. Onze dansschool hebben dus gewonnen. En ik geef junior division geef ik ook les. Stage loop ik daar. En dat is super gaaf. Dus ik ben echt heel trots op ze. Dat ze op de eerste plek alweer zijn. En ja. We gaan nu weer volop trainen voor de finale natuurlijk. En dat was super leuk. Dit was dus een voorronde van de NNKS. Dus Noordelijke Nederlandse Kampioenschappen. Ja. En het was echt een super geslaagde dag. En dat was het eigenlijk ook voor vandaag dit. Dus bij deze ga ik ook al de vlog afsluiten. Ook is het nog maar middag, avond, middag. Toch ga ik de vlog afsluiten. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Wil je nog meer van me zien? Kan je hieronder abonneren. En dan zien jullie mij weer bij een volgende video. Doei!